Dit is het zwembad van de Nederlandse zwemploeg vlakbij de hotelkamers. Heel af en toe zien we ze daar even chillen. Maar de echte werkplek is 200 meter verderop. Van maandag tot en met zaterdag, bijna iedere dag, worden hier twee stevige trainingsblokken afgewerkt. Sebastian Verschuren, hij werd vijfde op het koningsnummer van de Spelen, de 100 vrij. En hij was in tijd heel dichtbij een bronzen medaille. Ja, dat was zo'n stukje. Het scheelde 800ste met een medaille. Hoeveel centimeter is dat? Ja, dat is iets meer dan dit wat ik deed, maar het is iets minder dan de hand. Mm-hmm. Het was het gebaar van het net niet halen. Maar de kopman van de zwemploeg uit Amsterdam zette zichzelf wel op de internationale kaart. Hij is een man om rekening mee te houden. En dan te bedenken dat Verschuren een zwemmer is met een soort van beperking. Zwemmend fantastisch, in het water supersnel, maar minder in de keerpunten en matig in de start. Als je puur het verschil tussen Sebas en zijn concurrenten bekijkt op de eerste 15 meter, en je zou dat van zijn tijd aftrekken, ja, dan had hij goud kunnen winnen. Maar ja, goed, dat is als een met z'n maren. Ja. Zo is de realiteit helaas niet geweest. En die start hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Die start hoort er gewoon bij. En laten we vooral zorgen dat we in Rio die als een met z'n maren niet meer hoeven te vertellen. En gewoon zorgen dat we vooraan liggen. Natuurlijk wordt er aan die start van Verschuren al een tijdje hard gewerkt. Dit zijn beelden die gemaakt zijn in het zwembad in Eindhoven. Tegenwoordig heeft Amsterdam ook zijn eigen video-analysesysteem. Na de start lag Verschuren ten opzichte van de concurrentie ter hoogte van de enkels en volgde er een lange inhaalrace. Ik zal nooit de beste start van de wereld krijgen. Maar stel, ik kom eruit op iemand zijn schouders, ja, dan kan ik die laatste 50 wel hard doortrekken. En er is al winst geboekt. We pakken een foto uit 2009 en 2013. Bij de afzet moet alle energie naar voren zijn gericht. We kijken allereerst naar de stand van het onderbeen. Op de foto links staat het onderbeen van Verschuren nog te veel omhoog. Rechts is die stand meer horizontaal. Kijken we naar de houding van de rug. Op de foto links dan loopt de lijn te veel naar beneden. Op de foto rechts is de lijn al veel meer naar voren gericht. Daar waar de zwemmer naartoe moet. Als je je realiseert dat toen wij begonnen met deze hele exercitie, dat hij zo'n seconde ongeveer verloor op de eerste 15 meter. We kijken nu naar 10 meter, al 3500 hebben goed gemaakt. Dan zijn we in ieder geval de goede kant op aan het gaan. Nog een lange weg te gaan, dat is ook de realiteit, maar wel een mooie weg. Er valt ons nog wat op tijdens dat trainingskamp in Thailand. Regelmatig bezoekt Verschuren de fysiotherapeut van de nationale ploeg na de training. Meer dan andere zwemmers. Hey Jan, heb je een nieuw geurtje op? Ja. Je ruikt lekker, man. Er wordt flink aan hem getrokken. Niet altijd even plezierig, maar kennelijk wel noodzakelijk. Als het gaat om stijfheid, dan zijn zijn hamstrings bijzonder stijf. En ja, voor explosieve onderdelen aan starten en keren is het wel handig als je daar enig bereik in hebt. Dus ook daar wordt hard aan gewerkt. Naast al dat harde werken moet er ruimte zijn voor ontspanning. Op de rustdag maakte de ploeg een uitje met de boot en bezochten de zwemmers wat eilandjes rond Phuket. Idyllisch en perfect om de accu weer op te laden voor een nieuwe trainingsweek. Maar Verschuren heeft de blik al wat verder vooruit gericht. Rio de Janeiro, Olympische Spelen 2016. Daar goud halen, dat is het hoofddoel. Dat moet ik halen, dat is mijn doel, dat is ons doel. En alles wat we vanaf nu tot daar doen, dat is daar naartoe bouwen. Een man dus, jawel, met een missie. Hij spiegelt zich wat dat betreft aan Ranomi Kromowidjojo. Wat zij bereikte, wil hij ook. Daar moet alles voor wijken.